Dit jaar hebben we niemand minder dan Hans de Vries en hij is hoofd van het NCSC, het Nationaal Cyber Security Centrum. Hij heeft rechten gestudeerd, maar daarna heeft hij ook een en ander met IT gedaan, onder andere bij het ministerie van Middellandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar daarvoor bij V&D. En net kreeg ik te horen dat hij wellicht zelfs SAP ABAP-code kan schrijven. Maar hij zal het vandaag hebben over zaken binnen het Nationaal Cyber Security Centrum en ons de komende tijd van interessante gedachten voorzien. Hans de Vries. Een hele goede middag allemaal. Mag ik ten eerste Madison Gurker feliciteren met de hele interessante dag die vandaag geweest is. 400 aanwezigen, allerlei interessante sprekers. Hulde aan het organiserend comité. Ziet er fantastisch uit. Ik heb een klein stukje mee kunnen maken toen ik net binnenkwam. En er was een hele interessante Russische spreker die het had over SAP kwetsbaarheden. Ook erg interessant. Dus ik hoop dat jullie goed vermaakt hebben. Voordat ik begin, ik realiseer mij dat ik sta tussen jullie en de bitterballen. Dus ik ga met een cyberspeed doorheen. Cyber is het woord wat je ongeveer hoort de laatste jaren. En dat draait bijna altijd om twee dingen. Cybersecurity en aan de ene kant, namelijk de acties en activiteiten die wij doen om proberen de boel veilig te houden. Maar aan de andere kant de dreigingen die er zijn. Dat is namelijk cybercriminaliteit en cyberspionage. Helaas komt het erg veel voor. Het zijn ook de grootste dreigingen die we op dit moment nu zien. Niet alleen in Nederland, maar gewoon ook überhaupt in de hele wereld. Dat blijkt ook uit de cybersecurity beeld waar we op dit moment weer aan werken voor 2015 en ook in 2014 waren dat de twee grootste dreigingen die er waren. Waarom is dat nou zo gevaarlijk? Nou, Erik Luijf heeft vanochtend aangegeven dat als je praat over Internet of Things, namelijk het koppelen van alles aan iedereen, dat er best nog wat risico's aan vastzitten. Als je praat over de koelkast of de Tesla, ik weet niet wie een Tesla heeft. Maar dus, wij noemen dat een iPad op wielen, want het is één groot digitaal scherm. Maar niemand kan mij garanderen dat de leverancier over 10, 12 jaar die auto nog steeds van updates, software-updates voorziet. Het is misschien een economische mechanisme, maar 2, 3, 4 jaar, dat is wel ongeveer het maximum als je kijkt naar de huidige update-mechanieken. Dus we bouwen in de nieuwe functionaliteiten die we doen, bouwen we heel veel risico's in. Erik heeft daar vanochtend in de keynote ook wel uitgebreid over gesproken. Dat het lijkt allemaal wel veilig, maar het wordt eigenlijk met de dag onveiliger als je er op die manier naar kijkt. En Nederland is best wel van IT afhankelijk. Wij zijn nummer 1 van online bankieren. Misschien nu de nummer 2, maar wij doen heel veel online bankieren ten opzichte van de rest van de wereld. 94% heeft meer dan 1 pc per gezin. Dat haal je in andere landen niet. Dus wij zijn best wel afhankelijk van de techniek. Als onze wifi het niet doet, omdat namelijk ons wifi-signaal wordt weggedrukt door de buren, met hetzelfde kanaal, balen we allemaal zijn stekker. Want plotseling draai je op 3G en dan heb je een hele grote rekening thuis. Althans, dat is mij overkomen. En dat vind ik niet zo leuk. Wij zijn het derde land na Verenigde Staten en Engeland op internet. Wij hebben een gigantische AMSIX internetkoppeling. Daar loopt weet ik veel hoeveel data per seconde doorheen. En het is de grootste internetkoppeling, volgens mij is het de grootste internetkoppeling ter wereld. Het kan zijn dat er wat discussie is over of het wel de grootste is, maar het is in ieder geval één van de grootste. Echt een gigantisch ding. En het is niet één datacenter, het zijn geloof ik 11 datacenters die bij elkaar een hubje vormen in de Amsterdam-regio. En daar mogen we eigenlijk best wel trots op zijn, omdat daar heel veel werkgelegenheid weer uit voortvloeit. Wij zijn vierde in Europa als we praten over online winkelen. En ik weet niet hoe het jullie opvalt, maar het lijkt wel of kinderen tegenwoordig geboren worden met dat apparaat in hun hand. Het is niet meer weg te slaan. Het heeft alles te maken met het gebruik van sociaal media. Dus wij hebben heel veel mogelijkheden, maar daar zitten ook kanttekeningen en risico's aan. En over de mogelijkheden en de kansen ga ik ietsjes meer vertellen. Als je het goed kan lezen, staat er: I tried cybercrime, but I prefer people-to-people contact.
Helaas gaan er veel meer dieven juist de cyberkant op. Want het is veel lucratiever, de pakkans is veel kleiner en de winsten zijn vele malen groter. Wij proberen vanuit National Cyber Security Center samen te werken met THTC, Team High Tech Crime, internationale opsporingsdiensten als Europol, Interpol, proberen we wel dit soort jongens boven tafel te krijgen. En dat lukt ook vaak, maar desondanks is de pakkans veel te laag. En wij praten over veel, veel schade. Er is berekend dat Nederland per jaar zo'n 9 miljard schade heeft en zo'n 325 miljard op jaarbasis in de wereld op basis van cybercriminaliteit. 325 miljard. Dat is best wel wat. Dat zouden we graag omlaag willen brengen. Tot nul. Kans is klein, want als je gaat kijken, banken werden ook beroofd in het verleden. Hè. Vroeger was goud het belangrijkste dagen om boven om te pakken te krijgen. Tegenwoordig is dat data. Informatie. En dat zie je ook aan de hacks die hebben plaatsgevonden de laatste tijd. Ik ben afgelopen zondag teruggekeerd uit een rondreis waarbij ik Japan en Singapore heb bezocht. Om een goede afspraak te maken met de landen die aan die kant werken en ICT dingen doen. Want als wij slapen zijn zij wakker en andersom. Hè, dus dat noemen we het follow the sun principe. En daar bleek dat in Japan, een week voordat wij daar waren, een pensioenfonds gekraakt was en er 1,25 miljoen persoonsgegevens waren ontvreemd. Grote polemiek, hele grote discussie in Japan, want hoe kan dat toch gebeuren? Singapore was precies hetzelfde. Amerika hebben net een aantal grote hacks gehad, waarbij pensioengegevens werden gejat. En ik geloof dat dat meerdere hacks waren. In totaal raakt dat een kwart van de bevolking van Amerika. Zoveel data is dat. En niet zo lang geleden, een jaar of wat, hebben wij een database in handen gekregen. Dat heette de Holden Database, waarin 1,2 miljoen e-mailadressen van Nederlanders stonden met hun user die een wachtwoorden. En die waren bij elkaar geharkt. En het was geloof ik een database met 1,3 miljard gegevens. Gigantisch veel, die allemaal uit de dark web-achtige logica's waren ontfutseld. Met gegevens van allerlei landen. En ja, dat werd gewoon vrijelijk verhandeld en gebruikt en misbruikt. Die database hebben wij te pakken weten te krijgen. En die informatie hebben we weer doorgespeeld naar de grotere partijen, zodat zij daarmee hun cliëntele konden informeren en daarmee wachtwoorden konden resetten en doen. Want dat was nog wel een probleem. En dat is ook een van de activiteiten die het National Cyber Security Center doet. Ze proberen informatie boven tafel te krijgen, zodat we met elkaar hier, zoals we hier zitten, eigenlijk in een betere, beveiligde wereld kunnen opereren. Wij focussen ons op overheden en vitale sectoren. En via andere partijen proberen we eigenlijk de hele heel Nederland te bereiken om op die manier de resilience, de cyber resilience, net wat hoger te krijgen dan nu het geval is. Het probleem met cybersecurity is natuurlijk wel dat je merkt dat bijna niet, want je data staat er nog steeds. En in Nederland worden zo ongeveer zo'n 800.000 fietsen gejat per jaar. Dat voelt iedereen, want je kan niet meer fietsen en je fiets is weg. Maar realiseert u zich dat er ook zo'n ongeveer zo'n 800.000 tot 700.000 hacks plaatsvinden per jaar. Maar de vraag is of we erachter komen. En vaak komen we er heel erg laat achter. Maar de getallen komen best wel overeen. Het is niet leuk om te horen, maar het is wel de realiteit. En daar had Erik net ook over vanochtend. De realiteit is dat als je praat over beveiliging en veiligheid, het best nog wel een stukje beter kan. Is het dan zo slecht? Nou, dat valt wel mee. Wat wij merken in Nederland is dat er veel wordt samengewerkt tussen de verschillende partijen. Publiek, privaat, via... ik praat met Bits of Freedom tot en met de inlichtingendiensten, eigenlijk alle facetten in de tussentijd, om ervoor te zorgen dat we elkaar die informatie geven die we nodig hebben om onze taken op een volwassen manier uit te voeren. Dat betekent dat wij met verschillende sectoren praten. Dat zijn spoor, energie, de banken, de ISP's. Vanochtend was er een gesprek waarbij werd aangegeven dat er werd gesproken met nuclear ISAC. En de heren van de NRG die zullen waarschijnlijk nog in de zaal zitten. Nou, het is een heel mooi voorbeeld dat wij samen proberen te werken met de verschillende sectoren om elkaar die informatie te geven zodat zij slagvaardig kunnen zijn. Een ISAC, Information Sharing Analysis Center,
wat zoveel is als een bijeenkomst die vaak wordt gehouden om mensen de informatie te geven, hebben wij met 12 verschillende sectoren. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ze zijn logisch. De bankensector, de ISP's, multiservice platforms, met de energiesector, oliesector, de overheid uiteraard en anderen. En wij doen dat om op die manier iedereen qua SOC, Secure Operations Center of ICT-organisatie, net die informatie eerder te krijgen dan zij anders uit de krant zouden kunnen lezen. Lukt niet altijd, soms is security.nl sneller, vind ik goed, daar heb ik geen moeite mee. Maar wij proberen wel zoveel informatie verborgen en niet verborgen op een ordentelijke wijze bij jullie eigenlijk allemaal te pakken, boven tafel te krijgen. Daar zit een beleid achter. Het beleid heeft te maken met van bewust naar bekwaam. Wij proberen mensen niet alleen maar bewust te maken dat ze een probleem hebben als zij niks doen aan patchgedrag, niks doen aan awareness bij hun cliëntel. Maar dat zij wat dat betreft echt wel een aantal stappen extra moeten zetten om hun zorgplicht, want dat is vaak wat het is, hun zorgplicht op een ordentelijke wijze te kunnen uitvoeren. Daar zitten een aantal facetten bij. Wij werken aan mooie woorden als nationaal detectienetwerk en een nationaal responsnetwerk. Wat houdt dat zo in? Is dat wij de informatie, als je praat over nationaal detectienetwerk, is niet informatie verzamelen. Zoals mensen misschien vanuit een Snowden-achtige logica verwachten. Totaal niet. Nee, wij proberen de informatie die er is beschikbaar te stellen, zodat verschillende partijen, of dat nou een Shell is tot een bank en alle facetten die ertussen zitten, extra informatie krijgen bovenop wat Symantec Kaspersky wil leveren, om eerder te zien dat er iets aan de hand is. Dat is wat het is. En daarnaast hebben we ook een responsnetwerk, wat inhoudt dat de expertise die in organisatie 1 aanwezig is, die in een noodscenario nodig is in organisatie 2, ook daadwerkelijk gewoon in te kunnen zetten. Dat is wat we doen. En daarmee proberen we, zeker bij crisismomenten, want het Nationaal Cybersecurity Center is er ook om, als er een crisis is, een coördinerende rol te pakken om op die manier de crisis een hoofd te bieden en georganiseerd en gestructureerd aan te vliegen, zoals we ook bij de DigiNotar-case hebben gedaan. Dan proberen we op die manier met elkaar ervoor te zorgen dat we de boel weer up and running hebben. Weet je, paniek ontstaat niet doordat er een probleem is. Paniek ontstaat er wanneer mensen tegen elkaar in gaan werken en aan een miscommuniceren gaan. Dus wij proberen ervoor te zorgen dat dat gestructureerd en georganiseerd gaat gebeuren. Wij proberen met elkaar, en ik ga ervan uit dat jullie dezelfde gedachten hebben, wel een drieluik in de gaten te houden. We vinden het heel belangrijk dat dingen veilig zijn. Veiligheid in de zin van dat dingen dus secure georganiseerd zijn. Aan de andere kant, privacy moeten we zeker niet vergeten. Dus discussies over encryptie op mail, et cetera, daar blijf ik op dit moment buiten. Maar we vinden het heel belangrijk dat er wel degelijk een heel stevig evenwicht is. Aan de andere kant, de derde poot is maatschappelijke groei. Want we merken in Nederland dat wij veel kennis en kunde hebben. Ik ben toevallig dan in Singapore geweest waar TNO gewoon heel goed werk verricht. Dat vind ik heel knap om te zien, dus we hulden aan die organisatie. En er zijn meer organisaties die met de kennis en kunde die wij hebben in Nederland kunnen exporteren naar landen als Singapore, Japan en Afrikaanse staten. Dus maak daar gebruik van. Maak gebruik van die kennis en kunde. Want dat is één ding wat mij opgevallen is. Wij doen het in Nederland helemaal niet zo slecht. Vooral de samenwerking die er is tussen de publieke en private partijen, waarbij ze de kansen gunnen om, maar ook de kennis gunnen om ervoor te zorgen dat ze hun taken kunnen uitvoeren, loopt die heel soepel. En in andere landen is dat heel vreemd. Het is een land waarin opdrachten en directives heel logisch zijn, ga je niet meer tête-à-tête polderen zoals wij dat in Nederland doen. Polderen is een mooi begrip, maar het werkt echt. Ja, wat is nou eigenlijk het Nationaal Cybersecurity Centrum? Dat is een organisatie van een man of 80 die bij elkaar een viertal taken hebben. De eerste taak is een respons, monitor- en responstaak. Wat inhoudt dat we een man of 35 hebben, en er zijn er een aantal hier in de zaal, die op basis van de signalen die er zijn, zeer adequaat 7x24... alerteringsmechanismes kunnen geven aan de organisatie die dat nodig hebben. Wij doen dat op basis van een soort advisories, technische advisories met high-high of medium-medium. Oftewel het belang om nu vandaag
meteen vannacht actie te nemen indien er wat speelt. En helaas komen we aardig wat high-highs tegen. Het tweede wat we doen is we maken rapportages. En dat zijn wat meer de organisatorische advisories. Het is trouwens allemaal gewoon te downloaden van de website op het moment dat je dat nodig hebt. Waarin staat hoe je bij wijze van spreken IPv6 moet implementeren. Of hoe jij IPsec goed moet organiseren. Dat soort activiteiten vind je allemaal op de website. Is gewoon te gebruiken. Derde is, een belangrijke rol wat wij doen is gewoon makelen. Relationeel beheer. Dus ik heb een aantal beheerders onder mij die ervoor zorgen dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek zijn en blijven. Een mooi voorbeeld, meneer Reed Whiteman, die in de zaal zit, die Engelsman, die vertelde iets over een veerboot. En het feit dat hij daar eigenlijk een soort vulnerability vond. Maar hij wist niet precies waar hij moest melden. Wij hebben hem geholpen om de internationale contacten te krijgen richting die partijen om het gesprek verder te krijgen. En op die manier de vulnerability die er is, gewoon van de wereld te krijgen. Ik geloof ook dat het gelukt is, want die server is niet meer te vinden. Of het echt is opgelost is in een tweede, maar daar wil ik met meneer Whiteman nog eens een keertje over verder praten. Desnoods met die Zweden. Oh, dat mocht ik niet zeggen. Maar oké. Okay. Maar wat je dus ziet, is we proberen de boel aan elkaar te knopen. Dus mocht er wat gek zijn, en wij vinden dus responsible disclosure dus ook uitermate belangrijk. Responsible disclosure houdt in dat op het moment dat je een hack of een vulnerability vindt, dat het op een ordentelijke wijze gemeld kan worden, dat het bedrijf er goed mee om kan gaan en dat degene die meldt niet vervolgd wordt, als hij het netjes doet. Op het moment dat hij eerst gaat lopen grasduinen, allerlei data downloadt en dan zegt van ja, ik doe een responsible disclosure melden, gaat dat niet werken. Maar op het moment dat hij dat heel netjes doet, gewoon op tijd meldt, volgens de tussenhaakjes guidelines die daarvoor zijn, ja, weet ik dat ook het OMM heeft aangegeven dat ze zich wat dat betreft daar niet veel verder meer energie aan zullen besteden. Omdat het namelijk ordentelijk heeft plaatsgevonden. Grappig is, wat we nu zien is dat andere bedrijven dit overnemen. Niet alleen bedrijven, maar ook landen. Google heeft het onlangs genoemd. Ze noemen dat Coordinated Responsible Disclosure. In Nieuw-Zeeland heb ik gezien dat de guideline die wij gemaakt hebben vorig jaar min of meer omgekat is en gekopieerd naar een Nieuw-Zeelandse guideline. In Singapore wordt er herschreven. Je ziet dat het besef dat wat ethical hackers doen nuttig is, wordt heel duidelijk zichtbaar. En daar ben ik heel blij mee, omdat ik denk dat dat je een zeer waardevolle win-win oplevert voor de hele markt. Afgelopen april hebben wij veel tijd en energie gestoken in de Global Conference of Cyberspace. Dat was in april, daar zat nog een One Conference voor. Dat is een vergelijkbare conferentie als Mensen Geurken organiseert. Het was ietsjes groter, maar qua opzet is dezelfde logica. En daar hebben wij over van alles gesproken. Je ziet dat de politiek daar natuurlijk een hele belangrijke rol speelt. Want China met Amerika en Iran en Rusland. We weten genoeg uit de bronnen, openbare bronnen, uit de kranten. En anders schrijft Arnon er wel over. Ik weet niet waar je zit, Arnon. Maar achterin. Anders gaat hij er wel iets over zeggen. We weten hoe ingewikkeld dat is. Maar wij proberen juist dat uit die ingewikkeldheid te halen en met elkaar te kijken hoe je op een ordentelijke, nette manier die awareness in die verschillende landen omhoog te krijgen. Dus Responsible Disclosure was er een van. Die andere heet CERT Maturity Kit. CERT staat voor Computer Emergency Response Teams. Wordt ook wel eens gezien als de digitale brandweer of de digitale ambulance. In ieder geval die partij die je met rust moet laten als er iets aan de hand is. En wat je ziet is dat het in Nederland best wel oké geregeld is. Er zijn landen die verder zijn. Maar er zijn ook heel veel landen die eigenlijk nog op een achterkamertje of een zolderkamertje werken en dezelfde filosofie proberen te organiseren. Wij helpen hen daarbij om net wat volwassener te zijn. Want het kan zijn dat ik dat land en die organisatie over een maand nodig heb, omdat daar wat speelt. Dus wij snappen dat delen van informatie essentieel is om naar een hogere cybersecurity awareness en betere resilience te gaan. Daar sta ik voor, vind ik heel belangrijk. Kennis delen, functionaliteiten, specialismes, zorgen voor dat breder wordt verdeeld. Nou, samenwerken, wat je dus ziet, samenwerken is echt een essentieel onderdeel. Het is de digitale dreiging nemen gewoon toe. De impact neemt toe. Cyber is overal en het is van iedereen. En het is ook grenzeloos. De keren dat wij in Nederland betrokken raken bij cybersecurity is vaak puur omdat die servers in Nederland staan. Terwijl de actor
in land X zit en de aangevallene in land Y. Het mooie is dat wij daardoor als Nederland, en dat doet vooral de politie, daar heeft NCC geen rol in, maar de politie wel, dat geeft ons wel de mogelijkheid om te acteren, servers te pakken en op basis daarvan onderzoek te doen om te zien wie erachter zit. Als we dat allemaal niet zouden hebben, zouden we helemaal niet weten wat er speelt. Dus soms is het ook wel goed dat we die servers in de buurt hebben. Een van de dingen is mij wel heel duidelijk geworden. Niemand heeft een kennismonopolie. Ik zie dat ook, dat zelfs partijen als Kaspersky, grote jongens die in Amerika zitten, snappen dat hun bronnen van informatie gedeeld moeten worden, omdat dat belangrijker is. Dus het landsbelang is belangrijker dan het commerciële belang. En dat is wel een interessante gedachte, omdat heel veel gedoe eigenlijk ontstaan is omdat het commercieel belang groter is dan het algemeen belang. Want hoe vaak komt het niet voor dat er een beta-product de markt wordt ingeflikkerd, terwijl het niet af is met alle gevolgen van dien? Hoe vaak komt het niet voor dat een partij stopt met het doorontwikkelen en het verbeteren van software terwijl die wel degelijk wordt gebruikt? Als ik heel eerlijk ben, hou ik soms wel mijn hart vast, omdat dat commerciële model, namelijk time to market en als eerste op de markt komen, betekent dat er gewoon heel veel dingen nog niet zijn afgeregeld. En Erik, ergens in jou had je een presentatie, en dat ging even over die koelkast, en dat was maar 0,2% of zo gereserveerd voor cybersecurity of zo, hè? €20 op een bedrag van 900 of zo. Ja, was heel weinig, toch? Er mag niet veel erin stoppen. Ja, dus je ziet dat cybersecurity voor heel veel bedrijven tot op de dag van vandaag nog steeds kostenpost wordt gezien en niet, zoals het hoort, de zorgplicht ervaren om een ordentelijk, goed werkend en veilig product op te leveren. Nou, als hier ontwikkelaars in de zaal zitten, ik roep jullie op, denk nog goed na over dat model, omdat we eigenlijk daarmee de shit voor morgen aan het organiseren zijn. En blijf out of the box denken. Het pad lopen zoals we lopen omdat we denken dat we zo moeten lopen, is onzin. Elke dag opnieuw is een kans om het anders te doen. En met die woorden wil ik jullie veel bitterballen plezier wensen.